VMworld was natuurlijk een van onze belangrijkste events in het jaar. Een moment vaak ook dat we annonceringen doen qua nieuwe technologie. Onze AnyApp, AnyCloud, AnyDevice strategie hebben we verder uitgebreid met een aantal annonceringen. Die met name rondom employee engagement, dus het kunnen werken overal en toegang hebben tot alle gegevens op een veilige manier. We hebben annonceringen gedaan rondom het moderniseren van van de datacenter om de brug te kunnen slaan naar de cloud. En daarnaast hebben we met name een aantal annonceringen gedaan rondom security om op die manier een intrinsieke beveiliging te kunnen bieden in je gehele omgeving. Met COVID zijn veel bedrijven op dit moment genoodzaakt om iedereen thuis een goede omgeving te bieden. Niet alleen maar dat ze toegang hebben tot alle gegevens, maar ook dat ze dat op een fijne en prettige manier kunnen gaan uitrollen. Wij bieden daar natuurlijk enorme oplossingen, enorme breed oplossingspalet in. En daarmee kunnen we klanten helpen om deze tijd op een succesvolle manier door te komen. Wat ik altijd zeg, ons ecosysteem aan partners is enorm belangrijk voor het transformeren van klanten. Klanten hebben zeker nu enorme hulp nodig om te bepalen waar gaan we onze investeringen in plegen om succesvol te zijn. Sommige klanten worstelen op dit moment om de business continuity hoog te houden. Andere klanten zien een enorme groei en toename, dus die willen juist accelereren. Partners spelen daar een enorme belangrijke rol. Allereerst in investeringskeuzes, dus welke strategie gaan we nemen, in welke technologie gaan we investeren. Maar daarnaast hebben zij ook de kennis en de toegang op boardniveau om veranderingen daadwerkelijk goed te kunnen doorvoeren. En daarnaast hebben ze ook de kennis om het mogelijk te maken en om te implementeren. En voor ons zijn partners daarom van wezenlijk belang om uiteindelijk onze klanten te kunnen helpen.